Ik dacht op een gegeven moment na die operatie van, ik kan dat niet meer, hè. Ik moest hem maar afwachten. Emotioneel ook natuurlijk. Het lijkt net of ik weer herboren ben. Ik heb ook best wel, ja, die ziekenhuizen nou. Ik heb er een bepaalde feeling mee gekregen. Net of ik daar een rebirthing heb gekregen. Dus ik heb een eerste inspanningstest gekregen. En bij een inspanningstest, dan ga je net zo lang tot je onderuit gaat natuurlijk. Dan moet je telkens, dus dat is best wel zwaar, omdat je op een gegeven moment, ja, dan moet je het opgeven of je geeft het niet op. Maar ja, een mens kan nou helemaal niet, je gaat tot het bittere einde en dan houdt het op. Je moet dus, je gaat dus je hoogste capaciteit van je inspanning van je lichaam beproeven. Tot hoe ver kan ik gaan? En dan stop je vanzelf. En Anneke heeft mij dus intakegesprek afgenomen. En die heeft mij gewoon voorbereid op wat daar gaat gebeuren tijdens die hartrevalidatie. En er was dan een soort bespreking met een man, een patiënt of 12, in een grote kamer. En zij was er ook. Zij begeleidde ook de psycholoog en de cardioloog. Dat was dokter Baks. Die naam vergeet ik nooit, want een vriend van mij heet ook zo. Baks, met X. Nou, die heeft een heleboel dingen verteld over alle medicijnen. En hoe het hart in elkaar zat. En hij stelde natuurlijk ook vragen, dus ik mocht er allemaal antwoord op geven. Ik had al veel gestudeerd erover tijdens mijn ziekte. En ja, hij heeft eigenlijk uitgelegd hoe heel het hart in elkaar zit en hoe die ziektes kunnen ontstaan. Ja. De fysiotherapie, daar gaan ze je langzaamaan, week per week, een klein beetje meer laten inspannen en laten bewegen. Dat doen ze voorzichtig aan. Ja, we moesten dus eerst allemaal achter elkaar wat rondjes lopen. En dan met de armen zwaaien, buigen en strek oefeningen. Dat is dat je dus je knieën omhoog moet doen. Je zult dat ook nog wel zien in die filmpjes natuurlijk. Knieën omhoog en met de armen zwaaien. Nou, dan ben je al een beetje opgewarmd, hè. En nou, dan mochten we ieder om de beurt een keer fietsen, hardlopen, een keer roeien. Al dat soort dingen. En dan wordt er wel heel erg goed gelet op je inspanningsniveau. Je hartslag wordt weer gemeten, je bloeddruk. Want ze gaan heel voorzichtig te werk, opdat je niet in één keer te hard van stapel gaat lopen. Hè? Nou ja, toen ik achter mijn drumstel lag, toen dacht ik van, goh, ik sterf dan toch in het harnas. Maar eigenlijk een beetje te vroeg, want ik ben nog mijn 54. Ja goed, uiteindelijk gebeurde het gelukkig toch niet. Maar het doet mij wel beseffen dat, ja, we moeten als mensen niet denken dat we onaantastbaar zijn. Het kan iedereen overkomen. Ja, het is wel belangrijk dus, denk ik, om je bewust te zijn van je lichaam en naar je lichaam te luisteren. En ja, ik heb enorm veel mazzel gehad, want ik had natuurlijk ook andere dingen erbij kunnen krijgen. Dat kan ook niet meer anders. I'm not afraid.